Met lapjes, kraaltjes, lijm en de schaar in de hand wordt een echte vriend gecreëerd. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar konden vandaag lekker knutselen en freubelen tot hun vriendje helemaal perfect was. Alle kinderen hadden zo een eigen reden om mee te doen. Nou, het leek me ons wel leuk om een keer naar een museum te gaan. En vind je het leuk? Ja. Ben je precies aan het maken? Nou, ik ben een Everstar aan het maken, zo'n poppetje. En dan mag je zelf verzinnen. En hoe gaat die van jou eruit zien? Ik zal En hoe heet die? Dat weet ik nog niet. Hoe loopt de workshop? Ja, heel goed. Nou, enthousiaste kinderen, van jong tot oud. Dus dat is hartstikke leuk. En het loopt als een gek. Het is herfstvakantie en u dacht, ik ga naar het Graphic Design Museum. Ja, dat klopt. Ik had het gelezen op internet en het leek me erg leuk voor de kinderen. En hoe bevalt het? Ja, volgens mij vinden kinderen het erg leuk en ze vermaken zich prima. Wat vind je ervan? Leuk. En hoe gaat jouw vriendje heten? Weet ik nog niet. Wil je nog even over verzinnen? Hoe kom je op het idee om hem zo te maken? Nou, ik wou eerst gewoon een mannetje maken met grappig haar. En toen lekker daarna een bril bij gaan maken. Want eerst zou ik zelf hier ogen op maken. Alleen dat lukte niet echt goed. Dus toen heb ik zulke oogjes gepakt. En ik heb er zo'n mond bij gedaan en zo'n neusje. Toen dacht ik, nou dat is ook leuk om een bril bij te doen. Want eerst had ik hier hele grote ogen en hier nou weer kleintjes. Dus toen deed ik er een bril omheen. Ben je een beetje tevreden? Ja, alleen hij moet nog een broek aan. Je hebt nu herfstvakantie, kom je erbij om hier naartoe te gaan? Mijn moeder had gezien, zeg maar. En iemand anders die was gewoon naartoe geweest. Dus ze vond het ook al leuk. En vind je het leuk? Ja. Kinderen kunnen nog tot en met zondag terecht in het Graphic Design Museum om hun eigen vriendje te creëren.